De brand brak rond 2:30 vannacht uit. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Desondanks liep een klaslokaal aanzienlijke schade op en zijn 4 anderen ook onbruikbaar. Volgens omstanders is iets brandbaars door een kapot raam naar binnen gegooid. Van de daders ontbreekt ieder spoor. De buurtbewoners zijn verontwaardigd. Triest, hè? Ja, echt. Je wordt er een beetje verdrietig van. Ja, maar voor mij echt niet leuk. Wat doe je met school? Het is voor om te leren voor de kinderen, toch? Die mensen echt raar, is niet goed. Ik vind het zeer triest. Ik bedoel, dat je dingen in de fik steekt, dat is al erg triest. Maar dat je dat nog op basisschool doet, dat is helemaal... Maar goed, er zijn wel vaker dingen hier in de buurt. Ja. Het wordt tijd dat er wat aan gedaan wordt, lijkt mij. Hele nacht mensen daar lopen voor huisjes ook versijpen en maken gekken. Het is niet de eerste keer dat er brand woedde in de basisschool. Vorig jaar is een klaslokaal ook in brand gestoken nadat een steen door de ruit was gegooid. Leerlingen van de school vinden het onbegrijpelijk. Wie doet dat nou? Dat een school in brand steken. Dat is gewoon, dit is de plek waar je gaat leren. Het is niet goed om kinderen te storen. Super erg. En ik vind het ook niet leuk, omdat ik hou zoveel van school. En helemaal op vrijdag. Dat is gymdag. De directeur was zo van streek dat hij ons niet voor camera te woord kon staan. Hij laat weten dat hij het diep triest vindt. De school zoekt nog een oplossing voor het opvangen van 5 klassen die nu hun lokaal niet kunnen gebruiken.